De criminaliteit in Nijmegen was tijdens het eerste kwartaal van 2018 niet hoger dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Ondanks de golf van geweld die de stad begin van 2018 teisterde. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen in het maandelijks RN7-programma In Gesprek Met. Wat laten nu bijvoorbeeld de cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar zien, dus januari tot en met maart, dat eigenlijk het aantal overvallen, ja, het is ongelooflijk, maar bijna op het getal af, het zijn er zo 20, hetzelfde is als in het kwartaal vorig jaar. Dus eigenlijk, ja, ik vind het nog steeds 20 te veel, geen misstand, maar eigenlijk niet ernstiger dan het jaar ervoor. En waar het in zit is inderdaad dat dan in februari, met name ook die pizzacrisis, dat valt natuurlijk op. Hè. Kijk, is dat 1 of 2 keer gebeurd, maar 3, 4 keer. En daardoor zijn sommige mensen ook nu professie gaan rekenen en hebben daar iets van concluderen. Maar eigenlijk moet je achteraf concluderen, vorig jaar was het wat meer gespreid. Nu waren er wat meer in februari, daardoor leken het wat meer. Maar eigenlijk, je zag ook in maart, april, is het op het gebied van overvallen eigenlijk, was het relatief rustig. Dus ja, wat dat betreft kan ik niet zeggen dat er een grote trend opwaarts is vergeleken met vorig jaar. Het geweld tegen pizzacouriers trok wel wat meer aandacht, maar het aantal overvallen lag in januari tot en met maart dus niet opvallend hoger dan eerder.